Beste vrienden, we zitten nog altijd vast in ons kot tijdens deze coronaperiode. En dan willen we elkaar ook wel een keer goed verwennen. En ik ga dat vandaag doen met bananenmilkshake en cookies. Heel eenvoudig, wat heb ik nodig? Verse melk. Dat is melk, verse melk uit de holle hoeven. Heel lekker. We gaan daar cookies bij doen, bananen bij doen en vanilleijs. Heel simpel, begin met de banaan in schijfjes te snijden. Weet, een banaan mag je nooit bewaren in de koelkast. Hè. Altijd gewoon op kamertemperatuur. Ik ga ongeveer 2,5 bananen gebruiken. En de andere helft van de bananen gaan we nog als afwerking op ons glas gebruiken. Hè. Dat vinden mensen ook wel tof. Hè. Wordt een beetje proper en mooi te serveren. Voilà, bananen gaan erin. We hebben natuurlijk vanilleijs nodig. Ik heb gekozen voor de low-calorie vanilleijs van de Leijzen. Is super lekker. Voilà. Het zal wel genoeg zijn, hè? Deze is verse melk. We gaan dat. Zoiets, dat zal genoeg zijn. Suiker gaan we daar niet aan toevoegen, want ik ga dat afwerken met lekkere koekjes met chocolade. Maar dit gaan we gewoon goed shaken. Koekjes bovenop. Dan, ik had gezegd dat ik nog een stukje banaan ging overhouden, hè, voor wat af te werken. Nog een rietje erin zie en het is feest. Voilà, zorg goed voor elkaar. Keep safe. Salut.